En uiteindelijk, ja, kan ik niet anders dan vooral veel compassie voor haar voelen. Ik vind het eigenlijk het hele verhaal eigenlijk erger voor haar dan voor mij. Ja, omdat ik het gevoel heb dat, dat dit ook in haar leven er altijd is geweest. Nou, dit is mijn dossier. Het zit nog steeds in het tasje, zoals ik het meekreeg bij de Raad voor de Kinderbescherming. Wow. En dit is het, het hele pakket. Moeder zegt dat ze hoopt dat de baby snel geadopteerd zal worden, dat er snel een oplossing komt en dat ze hier verder weinig meer over piekert. De moeder maakt ook een ontspannen en totaal niet krampachtige indruk. Ze voelt totaal geen band met het meisje en vraagt ook niet naar haar. Ja, dit zijn dan de wat lastigere dingen, vind ik. Ja. Het was een begin en tegelijkertijd was het ook een beetje een einde. Omdat ze wel aangaf van, ja, dat zij niet echt zat te wachten op een relatie met mij. Ik heb nog één keer contact met haar gehad toen ik zelf kinderen heb gekregen. Toen heb ik haar een kaart gestuurd met foto's van mijn kinderen. Maar dat vond ze niet fijn. Zij heeft me toen opgebeld. Ze had mijn telefoonnummer en ze heeft me toen wel verteld dat niet moest doen. En, dat telefoontje kwam bij mij binnen als een mokerslag. Ja, ik herinner me nog heel goed. Ik zag echt de wereld zwart worden om me heen. Het is echt, ja, het voelde als een enorme afwijzing. En ja, dat was het ook voor mij. Het was ja, duidelijk.